Dit is de flat waar mijn moeder vanaf is gesprongen. Op maandag 25 februari 2002 hield hier om 4:02 haar leven op. Ik wist wat ze ging doen en ik heb haar niet tegengehouden. Mijn moeder sprong niet zomaar van een hoog punt, maar van een plek waar mensen wonen. De Drie Muntflats in Heerenveen. 15 verdiepingen hoog. Ik weet niet vanaf welke verdieping ze is gesprongen. Ik ben na haar dood nooit meer naar die plek geweest. Alleen al bij het idee zou ik moeten overgeven. In de afgelopen 11 jaar heb ik niet eens die kant op durven kijken als ik hier op de snelweg reed. Maar ik kijk nu wel. Sterker nog, ik wil niet alleen naar de flat toe. Ik wil ook de flatbewoners onder ogen komen die getuigen zijn geweest van haar zelfmoord. Na 800 meter, neem de afslag. Ik heb vragen aan iedereen die met de dood van mijn moeder te maken kreeg. En ik ben niet meer bang voor de antwoorden. Na 80 meter, rechts afslaan. Alles slijt, wordt gezegd, maar niet bij mij. Ik kan maar niet verkroppen op wat voor manier mijn moeder gedwongen werd haar leven te beëindigen. Toen mijn moeder stierf, was mijn zus Birgitta 30 en ik 26 jaar. Hi, hi. Hi, Timmy. Hi. Hallo. Niet eens blaffen. Goed zo. Mijn moeder was tot aan haar dood zo'n 7 jaar samen met Ed. Ze woonde in dit huis in Appelscha. Hi, Ed. Mooi. Ed woont hier alweer een paar jaar samen met een nieuwe vriendin. In mijn ogen is mijn moeder vooral door het turbulente huwelijk met mijn vader psychisch onderuit gegaan. Mijn vader had een buitenechtelijke relatie met een vrouw die mijn moeder jarenlang heeft geterroriseerd. Ja, hier is een hele serie van. Die is echt mooi, hè? Ja. Ja. Dit is, was ja, altijd het eeuwige zwarte hemdje en altijd dat kettingje. Ja. Tot ieders verbazing bleven mijn ouders gewoon samen. Zelfs toen de vriendin van mijn vader een kind van hem kreeg. Mijn moeder had toen voor zichzelf moeten kiezen, maar ze bleef tegen beter weten in knokken voor het huwelijk en het gezinsleven. Dan kom ik thuis en dan staat ze in haar string de vijver schoon te maken. Ze komt ons inderdaad op hak of een galajurk, zoals je het noemt, of dus gewoon in string. Maar altijd bezig. Ja. Ongelooflijk goed in de social talk en direct contact, mannen die lachen. Ja. Ja, jeetje. Mijn moeder kreeg door alle spanningen last van ernstige hoofdpijnen die nooit meer weggingen. Haar hele lijf raakte verkrampt. Ze kon niet meer ontspannen. Het voelde voor haar alsof ze permanent in een oorlogssituatie zat. Ze kwam in de ziektewet en verloor uiteindelijk haar baan. Omdat haar lijf, zoals ze dat zelf noemde, haar zo in de steek liet,
moest ze na bijna 10 jaar strijden het huwelijk toch opgeven. En toen kwam Ed in beeld. Die vind ik zo leuk, Ed. Deze. Ja, is toch geweldig. Ja. Moet je kijken, joh. Ja. Dat had ik vaak op het laatste. Dat ze zo'n verkramping in haar hoofd had of hoofdpijnen... Ja. Dat ze niet eens meer rechtaan kon kijken. Dat is een enge vrouw zo. Wat er die laatste dag van mijn moeders leven is gebeurd, hebben wij drieën eigenlijk nooit meer besproken. Alleen al de cd van de crematie terug horen, stellen we al jaren uit. Ik ga het maar proberen. Angsten. Paniekaanvallen. En daarbij pijnlijke lichamelijke verkrampingsverschijnselen slopen op den duur ieder mens. Al die jaren die ik met Willemien heb doorgebracht, hebben in het teken gestaan van deze verschijnselen en om deze verschijnselen te bestrijden. Vele hulpverleners hebben hun tanden erop stuk gebeten. 3 maal opgenomen. 3 verschillende psychiaters. Psychologen, psychotherapeuten, allerlei therapievormen en medicijnen zijn de revue gepasseerd. Ze hebben geen enkel resultaat gehad. Afgelopen zondag vroeg ze mij het volgende voor haar op te schrijven. Ik kan nu nog met je praten. Mijn wil is weg. Ik heb geen wil meer. De paniek slaat onmiddellijk toe. Ik kan niet meer stilzitten. Dan ga ik krabben, gillen en dan kan ik ook niet meer lopen. Als ik probeer te ontspannen, slaat de paniek toe. Ik kan niet meer voor mezelf zorgen. Als ik iets moet bedenken om te gaan doen, hoe klein ook. Eten, naar het toilet, tanden poetsen, ik kan het niet. Ik word hartstikke gek. Ik ben het eigenlijk al. Ik wil dood. Ze moeten me doodmaken. Ik was de laatste uren voor je dood bij je. Je liep als een gekooid dier rond. Je ogen waren nog nooit zo hol geweest. Het was afgrijzelijk om je zo te zien. Je hebt je auto gepakt en je bent uit ons leven weggereden. Op weg naar jouw bevrijding. Leen, wist deze dag uit je geheugen, zei je, voordat je wegging. Oh ja? En ik zal proberen te vergeten hoe jij aan je einde bent gekomen. Een decennium lang hebben we gevochten tegen jouw ziekte. En we hebben verloren. Je wilde er toen voor zorgen, samen met ons, dat je op een waardige manier afscheid mocht nemen. Maar dat mocht niet. Ik ben woedend dat je genoodzaakt was om op deze manier uit het leven te stappen. Het was onmenselijk. Moeders mogen niet van flats springen. Dat mag nooit. Ik ben op zoek naar mensen die hier al lange tijd wonen. Ik kom hier niet vandaan, dus ik heb geen idee. Nee. Woonde je ook hier in 2002? Ja. Ja? En weet je, dat jaar
is er een vrouw gesprongen? Geloof ik wel, ja. Ja, dat was mijn moeder. Oh. Ik ben eigenlijk in contact gekomen met mensen die mijn moedersprong hebben meegemaakt of hebben gehoord. Even moeten denken. Nico van Santen, die woont hier wel heel lang. Hoe heet hij? Van Santen. Nico van Santen? Volgens mij. Waar staat hij? Ja, dat is heel leuk, dat weet ik ook niet. Oh, die woont volgens mij ook lang. Nico Fink. Nico Fink, ja, oké. Okay. Ja. Op zondag 24 februari 2002, de dag voordat mijn moeder zichzelf doodde, bleef ik in Appels gaan slapen. Ik had de volgende dag dienst, zo noemden we dat. Mijn moeder had een paar maanden eerder om euthanasie gevraagd, maar dat verzoek werd niet in behandeling genomen. Er werd gezegd, wij gaan u niet helpen. En dus wilde ze het zelf gaan doen. Ed was die maandag naar zijn werk en ik paste op mama. Maar de situatie werd die dag onhoudbaar. Ik heb haar de hele dag getracht tegen te houden dat ze het ging doen. Want ze liep maar rondjes in de woonkamer. En met het hoofd tegen de muur aan bonken. Ja? Dat ik zeg, mama, hou op, wat doe je? En dat ze ook zei, laat me gaan, dat kan nu nog. En ik heb het al te ver laten komen. Op een onbewaakt moment zag ik dat mijn moeder in haar auto stapte en wegreed. Vlug zette ik in mijn eigen auto de achtervolging in. Ik was overtuigd dat ze zichzelf nu wat zou gaan aandoen. Mama moet mij gezien hebben, want ze stopte bij de supermarkt en stapte de winkel in. Dat was een heel raar kat-en-muisspel in die winkel, want ze probeerden me gewoon echt af te schudden. Toen dacht ik, laat ik maar gauw avondboodschappen doen, want ik zou ook koken die avond. En terwijl ik bij de kassa sta, zie ik mama al weggaan. En vervolgens was ze dus weg toen ik buiten kwam met de boodschappen. En toen zag ik, nou, op de gok ben ik, ja, waar had ik anders moeten zoeken, maar ben ik weer teruggegaan naar hier. Mama die was goddank wel teruggereden dus weer naar huis, want ik zag haar auto op de oprijlaan staan. En ze riep alleen maar, laat me gaan, ik heb nu nog de kracht, laat me gaan. Toen heb ik de autosleutels afgepakt, omdat ik ook zei, mama, je kan mij niet de verantwoordelijkheid geven dat je nu, terwijl ik oppasdienst heb, dat je weggaat. Ja. En toen heb ik jou gebeld, Ed, en toen kwam je gelukkig vrij snel thuis. Ja, ik ben gelijk weg. Ja. Maar dat half uur duurde zo lang. Ja. Zo lang. En ik zat de hele tijd tegen mama. Wacht tot Ed er is. Wacht, doe me dit niet aan. Ja, wat er in mijn hoofd speelt is, laat je het toe of laat je het niet toe? Ja, en daar heeft ze om gesmeekt, hè? Ja, ik wil. Geef me drie uur. Geef me drie uur. In mijn herinnering had je jas nog aan. Mm-hmm. En je pakte haar beet bij de hoofd zo. Zo heel lief, zo van Willemien. En toen zei je, als dit echt is wat je wil, liefje, dan moeten we je laten gaan. Ja, ja dat weet ik nog. En dat ik hier in de hoek zat en dat ik was natuurlijk de hele dag bezig om mama tegen te houden. En dat ik zei, wat? Alsof ik, nou, ja, dan, ik voel me bijna verraden met wat? Oké, dat heb ik helemaal niet in de gaten. Maar er gebeurde iets geks. Mama, die, waar we zo geen contact mee kregen die dag, ineens er kwam een soort rust. Bij haar? Bij haar, alsof ze erop zat te wachten op die goedkeuring. En ze pakte de jas en ze pakte daar van de fruitman nog een appel. Weet je dat nog? Oh. Een appel. En ze deed een of ander petje op dat ik niet ken, maar een petje. En toen ging ze, toen hebben jullie volgens mij nog geknuffeld. Is dat zo? Ja. En toen kwam ze voor mij staan en toen vroeg ze, mag ik nog een laatste knuf? Nou, dat stukje ben ik kwijt. Ik weet eigenlijk alles nog, maar dat stukje, volgens mij heb ik er niet. We zagen er vanuit hier ook helemaal zo heel hard wegrijden. Mm. En ik weet dat ik jou belde. En het was ook meteen goed of zo. Ik belde jou op en zei, mama gaat het doen. Ze rijdt nu naar die flat. En toen riep jij nog, moet ik die kant op?
nee, je moet niet die kant op. We moeten haar het nu laten doen. Dus we geven een paar uur de tijd. En jij riep, oké. Weet je dat nog? Ja, kun je nagaan hoe ver je dan bent, hè? Dat je als dochter zegt van, oké, nou prima, over een paar uur is ze dan eindelijk dood. Precies wat ze wil. Ja, heel, heel erg. Hoezeer wij ook overtuigd waren dat mijn moeder ernstig ziek was, weten we tot op de dag van vandaag niet wat ze nou eigenlijk mankeerde. Ik vind het heel vervelend om niet te kunnen uitleggen wat ze had, omdat het dan toch nog steeds lijkt alsof het tussen haar oren zat, alsof het toch a cry for attention was. En dat was het niet. Daarvan waren wij alle drie wel overtuigd dat dat absoluut niet het geval was. Nee. Dat je dat zegt, schreeuw om aandacht, dat heb ik nog nooit... Nee, maar anderen. Ik heb het nooit gedacht, maar anderen denken dat vaak. Die twee mensen in Leeuwarden daar, op de psychiatrische afdeling. Ja. Ik weet nog dat ze tegen mama zeiden, mevrouw, u wilt gewoon niet beter worden. U wilt gewoon ziek zijn. Ziek zijn, dat is gewoon een keuze of zo. Ja. Nu had ze gewoon heel veel aandacht en dergelijke. En dat zou ze dan allemaal kwijtraken. Dan zou ze eigenlijk weer een heel saai leven krijgen. Nou, daar kwam het een beetje op neer. Mijn moeders laatste psychiater wil mij niet ontmoeten. Zij heeft daar geen behoefte aan. Hendrik den Daas, die mijn moeder jarenlang ook hier op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Heerenveen heeft behandeld, wil mij wel spreken. De kamers. En daar heb je de tuin. Kantine. De tuin. Inderdaad. Ja. De moeder was hartelijk, extravert en buitengewoon sprankelend in het contact. En die bron was weg, de energie bedoel ik daarmee. En die energie is van belang om de stemming op peil te houden. Ja. He, dus voor de hersenen? Ja, voor het brein. Ja. Dus concentratiezwakte merk je dan, mensen kunnen moeilijk opnemen. Ja. De stressbestendigheid neemt af. Angst en fobieën komen er voor in de plaats. Ja. Maar het was zo ernstig wat ze had. Ja, maar een stressstoornis is ook ernstig. Dat betekent niet dat je dus wat stress hebt. Zoals jij niet kunnen hebben als je in een file komt en je moet op tijd zijn. Maar stressgerelateerde stoornis betekent dus dat het hele biologische apparaat van het menselijk lichaam voortdurend in een verhoogde staat van paraatheid verkeert. Paniek. Ja, maar continu. Ja, precies. Continu. En dus je moet voortdurend dus zorgen dat de stresshormonen gepompt worden in het lichaam. En die stresshormonen, die zorgen er weer voor dat er dus uitputting ontstaat. He, dus het kost veel meer energie voor het brein, ook al zie je het niet aan de buitenkant van iemand. He, want iemand zit heel rustig, maar van binnen is het energieverbruik heel hoog. Dat geeft dan steeds meer lichamelijke klachten. Dat kan hoofdpijn zijn, dat kan ook maag-darmklachten zijn. Maak je dan uiteindelijk via je hersenen, je lijf dan helemaal kapot?
Ja, dat is populair gezegd, maar je ontregelt. En hoe kom je daaraan? Deels door aanleg, van hoe zijn die hersenen aangelegd. En deels ook door hoe de voeding en de opvoeding is. En wat krijgt iemand nog te verduren in zijn of haar leven? Maar dan ben je eigenlijk dubbel op ziek. Dan ben je dus ziek in je hoofd. En doordat je ziek in je hoofd bent, maak je ook nog, ontregel je ook je hele lijf dus nog. Dat klopt. En terwijl je dit nu zo zegt, denk ik, wisten jullie dat toen al ook? Dat was toen ook wel wat bekend, maar die neurobiologie heeft er, zeg maar, de laatste jaren toch steeds meer ontwikkelingen doorgemaakt. Ik vind het wel fijn te horen dat het nu dan toch een klein beetje een stempel heeft gekregen. Dat wat ze had. Omdat het leek nu te lang alsof het haar karakter was en zichzelf een beetje aandeed. Maar het is dus echt een ziekte geweest. Zeer zeker. Ik bel aan bij N. Vink. Op de intercom wordt meteen gezegd dat ze mijn moeder zelfmoord nog goed weten te herinneren. Hi. Hoi. Elena Liemans. En Webvink. Ik weet niet precies van welke verdieping, maar ze is hier van de flat gesprongen. De 11e. Van de 11e? Hierboven. Hierboven. Eén etage hoger, ja. Ja. En hoe we dat weten? Ja. Nou, want er stond een veilingkistje van de groente. Die had ze bij. Dat volgens mij was die blauw van kleur. En die stond daar tegen het ding aan. Toen is ze daar opgeklommen en toen ze op de rand gaan staan. En daar vastgehouden aan de paal bij de brandtrap. En toen naar beneden. Heeft ze het gezien? Gelukkig niet. Ik heb ze verschillende keren hier aangetroffen in deze flat. Mijn moeder? Jazeker. Al maanden ervoor heb ik ze wel zien staan hier. Op een andere etage. En op een gegeven moment heb ik dus, toen ik hier de honden uit ging laten, stond ze hier bij ons voor de deur. En toen op een gegeven moment zei ik, moest ze hier zijn? Nee hoor, ik geniet van het prachtige uitzicht dat jullie hier hebben. Dat zei ze? Toen ben ik met de hondjes gewoon maar zo doorgelopen. Ze stond hier bij ons voor de deur. En dat was nog zeker al een maand van tevoren, hoor. Volgens mij is ze daar 3 keer eerder geweest. En volgens jullie? Volgens mij vaker. Nog vaker? Nou, ik weet het een aantal keren niet, maar... Een aantal keren? Ze heeft me ook een aantal keren gebeld van die balustrade af en zo. Wat? Ja. Dat ze daar stond? Ja. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Echt waar? En dan toch weer overreden. Oh, dat deed je dan wel? Van niet doen, liefje, niet springen? Ja, zoiets. Nou, ze riep heel vaak, want dat is, hoe bizar is het ook dat wij dit allemaal weten. Hè? En ze ventileerde natuurlijk alles. Ze belde volgens mij ons allemaal op en ze kwam dan gewoon weer... Nou, ze belde jou zelfs vanaf de balustrade, maar gelukkig niet. Ja. Maar dat ze dan vertelde, ik kon het niet, want ik zag een mevrouw met een kinderwagen lopen. Of dat ze over de brandweer dan begon van, die moeten me straks bijeenrapen. Dat kan ik hun niet aandoen. Mm-hmm. En het probleem van, jeetje, kan ik haar helpen? Kan ik haar ondersteunen? Kan ik met haar mee? Moet ik dat wel doen? Moet ik mee die flat op? Moet ik dat allemaal heb je dat serieus gedacht? Jazeker, ja, natuurlijk. Het is toch vreselijk. Om iemand dat alleen te laten doen. Ja. Weet je hoe een goede euthanasie gaat? Dan zit je ernaast en je houdt de hand vast. Ja, ik weet het, Ed, maar wat wij nu al hebben gedaan is al te bizar voor woorden door iemand gewoon te laten gaan. Terwijl je weet wat diegene gaat doen. Ja. Laat staan dat je dan meegaat naar die vrouw. Ja, nee, dat kon ik ook niet. U was die dag thuis? U stond aan de afwas. U stond aan de afwas? Nou, we waren in de keuken bezig, ja. Wat gebeurde dus 1 verdieping boven u? Ja. En wat heeft u ervan meegekregen? Werd er geschreeuwd? Was het de klap? Ik heb niks gehoord. Ik kan me niet herinneren. Dat hoor je niet als je binnen bent. Dat hoor je niet, hoor. Nee. Het is natuurlijk wel een maar klap geweest. Maar de mensen die het doen, die schreeuwen. Ja. Dan is er toch een angstkreet nog. Oh ja. Ja.
Maar ja. Dat weet u niet of mijn moeder dat ook had. Nee. Maar ja. Dan sta je met je theedoek dan naar beneden te kijken en dan zie je daar een vrouw liggen. Ja, zie je daar een vrouw liggen, ja. En wist u meteen dat dat is die vrouw die... Ik zag het gelijk. Ja, aan dat mutsje. Ja. Aan dat goede mutsje. Dat mutsje was eraf, dat lag ernaast, ja. Ja. Dus dat was gelijk al een beeld. Och, dat is die vrouw die ik toen hier gezien heb, ja. Ja, en dan schrik je wel, hoor. Echt waar, hoor. Er komt rouw op je dak. Ja. Ja. Ja, daar ligt een dode vrouw. Met allemaal bloed om daarheen. Ja, was het bloed? En, ja, tuurlijk. Ik heb het nog nooit gezien. Nee, maar daar gaat het ook nu. Maar dat is logisch. Als jij een knal op je hoofd krijgt, dan ga je bloeden. Dat is waar. Ja. Ja, toch? Ja. Dus... En ik meen dat meneer Hogenterp, die heeft het toen later geveegd met Nico samen. Later opgeveegd? Het water, of dat bloed, naar de put. Ja. Want ja, kan je niet laten nee. Hebben jullie zelf dat moeten weghalen? Ja, er kwam niemand om dat te doen. Eventueel. Ja. Ja. Want daar stonden, kwamen ook mensen terug met kleine kindertjes. Ja, die moesten in de auto blijven. Ja. Dat is nogal logisch. Ja. Ja. Dat kan je niet maken. Was het heel veel bloed? Nou, aardig plaswachtig. Ja, ze hebben erg. Ja, ja. Maar ja, dat zijn we dan wel gewend. Omdat, daar komt altijd bloed bij. Ja. Want u heeft het veel vaker gezien ook. Dat er mensen iemand... beneden lagen, ja. Ja, er was er nog één. We hebben er nog één gezien. Een jongen. Een jongen? Ja. Een vreemde. Alleen al in de afgelopen 15 jaar zijn in totaal 12 mensen, waaronder mijn moeder, van deze 3 flats gesprongen. Onderbuurman Feike Hogenterp, die hier op de eerste verdieping woont, heeft dus 11 jaar geleden het bloed van mijn moeder opgeruimd. Wat fijn dat ze mij wil ontvangen. Ja, kom maar in. Dat was wel een beetje naar, vond ik heel naar. En dat is ook heel, heel vreemd. Dat bloed, je spoelt het weg en begint te rollen. Ja, dat is heel, heel, heel vreemd. Het was net ronde balletjes. Dat heb ik niet kunnen bevatten, hoe dat nou, waarom. Maar dat vond ik ook heel erg, ja. Want dat was het allerslechtste werk. Want iedereen was weg en toen lag dat er allemaal op. Ik heb emmers water gehaald en scrubber erbij. Maar dat is ook, het is niet je taak, toch? Nee, niet mijn taak. Nee. Nee, maar wat is niet een taak? Ik ben iemand, dat is met alles wat hier ligt, ruim ik op. Hè? Ongeacht hoe wat er ook is. Ja. Maar ook dit, ik kon het toch niet laten liggen zo. Wat deed u op die dag, op die middag? Ik weet dat die mevrouw dan, dat die moeder dan was, dat die hier naar binnen liep met een cola-krat in de hand. En ik heb die mevrouw al een paar keer eerder, liep hier naar binnen. Maar ja, goed, dat kan toch, hè? Je weet niet wat hier allemaal woont en welke visites dat de mensen krijgen. Nee. Dus die is zo naar binnen gelopen. Met dat ik eraan kwam lopen, liep die ook naar binnen. En ja, die ging in de lift. Ze liep met u samen naar binnen? Nee, ja, ik kwam vlak achter haar aan. Oh. Ja. Maar ik ging dus de trap op, rechtsom. En zij ging in de linkse lift, volgens mij. Enfin, ik ben gewoon naar huis gelopen. En we zaten aan een kopje koffie. En eens een hele doffe dreun, hè. Ik zag, hier gebeurt al wat, is al wat apart. Hè? Dus ik loop naar buiten en ik kijk over de rand. Tja. En daar lag die mevrouw die ik dan gezien had met het zwarte petje. Dat was niet mooi gezicht. Ik krijg de tip om ook te gaan praten met een vrouw die in de flat aan de overkant woont. Het verhaal gaat dat zij mijn moedersprong zelfs heeft zien gebeuren. Oh, hallo? Bent u mevrouw Minnesma? Bent u van nummer 145? Nee. Oké. Wat doe je met je as, hè, op de grond?
Wat doe jij nou? Ja, ik heb zin om te roken, Giet. Belachelijk. Ja. Ja. Dat is net als toen. Ja, als je overstopt en jij ook. Elf jaar geleden rookte ik nog, weet je. Dus, Maar ik begrijp nu wat meer, nu je zelfs door mama gebeld bent geweest vanaf de flat. Mm-hmm. En zelfs hebt overwogen om mee te gaan. Mm-hmm. Je was al verder dan ik. Ik wist nou ja, ik ben ook wel eens thuisgekomen dat ze een heleboel medicijnen had genomen en een halve flesje never op had. Dat de huisarts belde en ja, zo dat soort dingen. Ja. En een plastic zak over de hoofd. Plastic zak over de hoofd hebben ze geprobeerd. Uithongeren. Ja. En Herman Brood natuurlijk. Dat was haar grote held, hè? Grote voorbeeld. Hij durft het. Hij is echt. Ik ben een slappeling en hij is een held. Ja, ze riep ook, dat is de enige effectieve manier. Want ze heeft natuurlijk ook vaak rondgereden in de auto om te kijken welke boom. Ja, dat is ook. En dan bang dat ze er slechter uit zou komen. Ja, terecht natuurlijk. Ja. Mevrouw Minema heeft mijn briefje gevonden en neemt contact op. Hi. Lisbeth, Minema. Kom eens verder. Ik weet nog waar ze lag, naast het stoepje. Achter die grijze auto. Als je daar tussendoor kijkt. Ja. Dat is een stoepje. Ik heb nu, zolang ik hier woon, zijn er 11 gesprongen. En op een gegeven moment toen dacht ik van, ik ga verhuizen. Want ik werd er heel boos om. Ik weet nog, uw moeder komt uit Appelscha. Ja. Ik weet nog, de volgende dag hoorde ik van, ze komt uit Appelscha. En nou, ik was misschien, ik vind het niet zo leuk om dat tegen u te zeggen, maar ik was zo boos. En, goh, is er gesprongen en laat ze toch een boom in Appelscha en dan ziet niet iedereen haar. En ik vond het eigenlijk ook, ja, dan denk ik, wat is het nou egoïstisch om te springen voor maar ja. Voor zoveel mensen, ja. Voor zoveel publiek bijna, ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Hebben jullie ooit aan de Muntflat gedacht, ook toen in die uren dat aan het wachten waren, gedacht, wie gaan daar getuigen van worden, wie gaan dat zien? Ik heb nooit over nagedacht op dat moment van iemand die gaat dat zien of zo. Nee, op dat moment ben je te veel met jezelf bezig. Jij? Nee, ik heb niet aan ze gedacht, totaal niet. Nee. Maar nu ik zelf moeder ben geworden, daar wonen natuurlijk ook moeders met kinderen. En mensen die op de fiets toevallig voorbij komen. Ja. Ik kan het niet verklaren, maar sinds de geboorte van mijn dochter Romee ben ik meer dan ooit met mijn moeder en haar dood bezig. We winnen mee, Romee. We winnen mee. Moet je voelen. Alsof ik met andere ogen naar de wereld kijk, wil ik voor het eerst weten of de flatbewoners ook nog altijd last hebben van mijn moeders zelfmoord. Ja, wij liepen toen eigenlijk op deze manier. Huismeester Nico van Zanten liep die maandagmiddag toevallig met een bewoner naar buiten en was als eerste bij mijn moeder. Maar we zouden naar de auto lopen en ja, je moeder lag daar, dus dat was eigenlijk niet over het hoofd te zien. Even kijken, dat is ongeveer hier geweest. Hier net voor de stoeprand. Dit is ongeveer de plek geweest. Ik kan een metertje die kant of die kant, maar in ieder geval hier net voor de stoeprand. Je probeerde ze snel mogelijk af te dekken, maar kijk. Hoe of het kan, weet ik eigenlijk niet. Maar in de tijd van een ommezien zijn er ook altijd een heleboel mensen die er dan bij komen. En de een zal er wat beter tegen kunnen als de ander. Om te zorgen dat iemand er in ieder geval niet daar heel veel leed van krijgt. Probeer je dat dan op die manier toch wat af te dekken. Met de huismeester van alle. Niet alleen mijn moeder, maar ook nog 10 andere springers heeft Nico van Zant in de afgelopen 15 jaar afgedekt met een deken. Wennen doet het nooit. Iedere keer is het toch weer een schok. Ik kan iedereen die hier van de flat afgesprongen is, kan ik qua gezicht nog wel voor de geest halen.
Maar ook wel een beetje op de manier zoals salaren en dergelijke. Ja. Maar ja, je probeert dat dan toch zo snel mogelijk weer een plekje te geven. En het, nou ja, vergeten. Ja. Doe je het eigenlijk niet echt. Hè, maar bij mijn moeder was het dus heel typisch dat ja, ze had een kistje bij haar. En ja, om makkelijker erop te kunnen stappen. Dat klopt. Ja. Dat klopt, dat is een soort curverbak, een soort bak waar ze het meeste boodschappen in deed. Inderdaad, dat klopt. Want ze was klein, denk ik. Ja, ik kan het zeggen, het was niet zo heel groot. Dat, een klein vrouwtje. Het trieste is dat deze mensen tot deze daad moeten komen. Dat het eigenlijk niet op een andere manier kan. En dat ze dus, zonder dat ze daar de intentie toe hebben... Maar daar wel een heleboel mensen natuurlijk enorm veel verdriet voor doen. Of zelfs hele trauma's mee laten oplopen. Ja. En hier is een bewoonster geweest, die kwam vanuit de Rijvelstelling. En net op dat moment is hier ook van deze flat iemand afgesprongen. En ja, die kreeg het bijna op de hoofd. Hoi. Hoi. Zeven jaar geleden werd Maartje Lautenbach... op een meter na geraakt door een man die naar beneden sprong. Komen ze zo ver nog van de flat af? Ja, maar kijk, als je hier zit, nou, ik denk dat ik hier fietste, en dat ik hier zo, en dat het daar was. Als je naar huis toe rijdt, dan denk je, gat, dan moet ik weer van het fietsenhok naar de... moet ik weer dicht tegen die pui aan. En ik was ook heel blij dat daar een dakje boven zit. Hè, er zit een, oh, voor je gevoel dat je daar veilig bent. Veiligheidsgevoel, ja. Maakt je ook dat je dan sneller daar naartoe ging? Ja, ik draafde soms. Ik rende soms. Maar ik weet niet meer hoe lang dat geduurd heeft, hoor. Alles slijt, Dan denk je, ja, waarvan moet dat? Ja. Want nou... heb je hier, iedere woning heeft zo'n beetje 70 woningen. Dat zijn even 210 woningen. Mensen die thuis kunnen zijn, het hoeft niet. Ja. Ja. En die zien dat dan. En die krijgen dat dan maar in de maag gedraaid. Die moeten dat maar aanzien. Ligt u daarvan wakker 's nachts? Nou, of kun je dat ook gewoon... Nu niet meer. Maar wel een poosje, zeker wel 3-4 jaar daarna nog wel, af en toe dat beeld zag. Ja. Dat komt er een in je onbewustzijn, in je droom, vaak naar voren. Bij mij hoor, dan zie je dat ineens zo in een vlaag. Ja. Ja. Want wat gebeurt als je dat, nu is het 11 keer meegemaakt, maar wat gebeurt er dan? Heb je dan minder vreugde in het leven? Of... Ja, eerst wel. Het is zo raar, de laatste keren toen dacht ik, nou, daar is weer iemand gesprongen. Alsof ik het een muurtje omheen gebouwen. Want ik ben niet verhuisd. Want ik dacht, ik moet gewoon leren hiermee om te gaan. Je hebt wel de gedachte, denk ik, ja. Hè, een ander wordt er wel weer even mee opgezadeld. Hè, met iets, een probleem van iemand. En dan denk je, ja, wat bezielt nou iemand om hier nou te... Hè, omdat we het niet konden en wist niet waar ze vandaan kwam. Wat bezielt nou mensen om zo in een keer van die flat te springen? En u, wanneer hoorde u het? Ik wist wat ze ging doen. Ja? Ook hoe? Ik kon ze niet tegenhouden. Ik heb haar niet willen tegenhouden. Nee. Uiteindelijk hebben we haar laten gaan. Wetend wat ze ging doen. Wetend dat ze weer hier naartoe zou gaan. Maar je wist het. Ik wist die dag wat ze ging doen. En ik had haar kunnen tegenhouden. Maar ik heb haar niet tegengehouden. Dat verwondert mij wel dat je zegt, we hebben haar laten gaan, want we wisten dat ze het zou doen. En wat verwondert u precies dan? Nou, denk ik, nou ja, waren jullie er al helemaal klaar mee? Er was niks meer aan te doen. Omdat we met de rug tegen een muur stonden, was echt geen ander uitzicht. En mijn moeder heeft bomen uitgezocht waar ze tegenaan kon rijden. Ja. En die vierde keer dat ze hier kwam, is ze gesprongen. En ik wist dat. Ja. Vierde keer? Ja. En heeft ze daarover verteld? Ja. Wat ze zag? Welke verdieping? Ja, alles. Ze heeft alles verteld. Oh. Dus we waren in die zin ook wel een beetje
bondgenoot geworden van haar strijd om een humane dood. En toen het niet lukte om euthanasie te krijgen, werd dit de enige mogelijkheid nog. En als het is onvoorstelbaar dat ze dan geen euthanasie kan krijgen, hè? Ja. En dan snap ik dat ze gaat springen, maar dat er dan zoveel mensen hebben die haar hebben zien liggen en het mee hebben gemaakt. Daar nog altijd, dat nog altijd in het hoofd hebben, hè? Ja. Hoe heb jij dat kunnen verwerken? Want toen ging de telefoon en toen... En hebben jullie haar nog kunnen zien? Ja, ze lag hier in het aulacentrum opgebaard. Ja. En er was één specifiek punt in de kamer waar we dan op konden staan. En dan aan profiel was ze nog enigszins te herkennen. Ja. Ze is een deel op de achterhoofd zo gevallen. En die is weggeslagen. En de kaak was helemaal, die hebben ze weer rechtgezet. Ja. Maar we hebben zo'n mazzel gehad. Ja? Ja, want de gezicht was nog wel vrij intact. Ja, ja. Er zijn ook suïcides waarvan ik heb gehoord dat die zo zijn toegetakeld dat familie alleen nog maar een hand of een voet kan zien. Omdat je dat mensen niet aan kan doen. Nee. Dus op zich, wat ik heb gezien, was wel een moeder die na al die jaren rust had. Ja. Ik vind het heel verrassend wat mij nu verteld wordt. Dat had ook wel gebeurd. Dat je haar loslaat. Ja. Ja. Ik ben er gewoon even stil van. Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind het ook heel mooi, weet je dat? Dit. Ja. Ja. Jeetje, dat uit uw mond wat raar eigenlijk. Want het is in uw achtertuin gewoon gebeurd. Ja, maar ik vind het wel heel mooi dat want nu... Denk ik, nu ik met jou praat, denk ik van dit is een soort een plekje geven of zo. Want ik heb dat niet een plekje kunnen geven. Ik weet niet van haar achtergrond en ik word dan boos. Ja. Maar dan kan je dat ook omzetten in wat anders. Dat je denkt van, Dat ik heb geen reden om boos te zijn, zeg maar. Nou, toch wel, natuurlijk. Nou, nee, wel. Nee, ik wel, dat ebt wel, dat, ik denk dat dat wel meer weg ebt nu ik dit weet. Omdat ik wel... Het moet verschrikkelijk zijn geweest, zo ze haar voelde. En dan denk ik, en als er dan geen uitweg is... en er is helemaal niks en niemand die haar kan helpen... nou, dan moet je toch... Ja. 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 Als psychiatrisch patiënt kun je niet of nauwelijks bewijzen dat je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Maar hoe hebben mijn moeders artsen dit destijds beoordeeld? En staan ze nog steeds achter hun beslissing om geen euthanasie te verlenen? Mijn moeders psychiater verwees ons voor het euthanasiegesprek door naar Fons Tolen, chef de kliniek van het Universitair Centrum Psychiatrie van het ziekenhuis in Groningen en voorzitter van de commissie die de richtlijnen voor euthanasie in de psychiatrie heeft opgesteld. Ja, dag meneer Tolen. Ja. Welkom, kom verder. Dankjewel. 11 jaar geleden zaten mijn zus en ik samen met onze moeder bij hem in de spreekkamer. Waarom? Waarom kreeg mijn moeder geen euthanasie? Als de behandelaar, de psychiater het zelf eigenlijk nog niet mogelijk vindt, dan kan het sowieso niet. Dus het kon eigenlijk al niet. Eigenlijk de behandelende psychiater van uw moeder, die had eigenlijk daar ruimte voor moeten zien. En ik had die psychiater misschien kunnen zeggen van nou, ja, tuurlijk, doe het. Ik bedoel, dit past helemaal in de criteria. Ja. Maar dat kon ik niet zeggen. Waarom niet? Omdat aan een van de criteria niet is voldaan. En dat er nog behandelperspectieven zijn. Dag. Dag. Hey, Hoekstra. Dankjewel. Stevige hand. Ja. Mijn moeders huisarts Herman Hoekstra wist zich, in mijn herinnering dan, geen raad met mijn moeders herhaaldelijk verzoek om hulp bij zelfdoding.
Maar was het op dat moment geen haar op je hoofd om haar inderdaad te helpen? Nee, nee, ik, nee. Want, ik, want heel vaak is het zo dat je... Dat ik zag in... wat was het? Ik had toen 30 jaar ervaring. Dat wanneer je mensen opnam, dat ze even door het dal heen gingen... of ze gingen even die berg door en ze kwamen weer terug... en er was een evenwicht bereikt en daar waren ze over het algemeen gelukkig over. Dus dat maakte die vraag van je moeder heel gecompliceerd voor mij. En ik heb haar ook gezegd, daar doe ik niet aan mee. Ik geef jou geen middelen. En daar zat ook achter, ik wil die hele, dat hele circus niet meemaken. Dat ik met een officier van justitie te maken krijg. Maar er zat ook iets anders bij, dat ik heel goed begreep... dat ze echt leed. Ja, en niets is ongemakkelijker dan in een spagaat te zitten. Nou, dat gevoel had ik. Je kan zeggen, het struikelblok was dat je... vanuit je professie zou kunnen zeggen, er zijn wel reële behandelmogelijkheden. Dat vond ik op dat moment. Dat kon niet meer. U was onze laatste hoop. U was de laatste hoop voor mijn moeder. En na dat gesprek is ze ook echt volledig ingestort. Mm-hmm. Sterker nog, de dag na dat gesprek is ze voor het eerst naar de Muntflat gegaan. Nu was het gewoon, de deur bleef dicht. Voorlopig wel. Er werd gewoon gezegd, met een dossier van 11 jaar zo dik. Nee, u hebt geen recht op euthanasie. En dus moest je het zelf doen. Ja, zo was het toen al voor jullie, hè? Ja. En ja, dat was toen voor jullie al zo. Ik denk dat ik... toen niet ervan overtuigd was dat ze zich zou suicideren. Ik heb daar toch wel toen... Ik heb niet gedacht van jullie gaan de deur uit en dit is afgelopen of zo. Toen u hoorde dat ze dus niet meer gesprongen was, wat dacht u toen? Dat had ik eigenlijk iedereen willen besparen. Maar ja... Dat kon ik gewoon niet. Ik bedoel, niet dat ik dat niet wilde, maar ik kon het gewoon niet. Toen niet? Nee. Nu wel? Nou praat ik over je moeder. Ik denk dat ik dat nu zou kunnen, ja. Ja. Want ik vind het nog wel wat, hoor, dat jullie haar weg hebben zien gaan. Jullie blijven alleen achter, maar zij gaat ook alleen weg. Dat vind ik... Dat is eigenlijk te gek voor woorden. Te gek voor woorden. Ik heb het gevoel alsof ik, als ik het zo mag zeggen, jullie werk heb gedaan. Nou, misschien wel. Ja. Terwijl wij op dat moment misschien wel veel meer dachten van... Maar dat is ons werk ook niet. De laatste 5 jaar... besef ik wel dat... er werkelijk mensen zijn die bevrijd worden. Ja. Wanneer ze afscheid kunnen nemen. Dat realiseer ik me wel. De laatste 5 jaar? Ja. Dat autonomie van de patiënt een heel belangrijk gegeven is. De autonomie van de mens. En als ik dan naar die, nu even specifiek naar die groep kijk... die dus ondraaglijk lijdt, en dat mag somatisch en psychisch zijn... dan denk ik... Hulp is misschien ook wel niet meer behandelen, maar op het verzoek ingaan. Exact. Ja. Maar ik wou dat we dat toen anders hadden kunnen doen. Maar ik was nog niet zo ver. Wij wel. En jullie wel. De huisarts van mijn moeder en de psychiater die mijn moeder lange tijd heeft gehad... die zeggen anno nu, met de klachten die je moeder toen had... zouden we haar nu hebben geholpen. U ook?
Nee. Misschien uiteindelijk wel, maar ik denk dat ik hetzelfde advies had gegeven. Dat een bepaalde behandeling nog geprobeerd zou worden. Hoe wist u dat mijn moeder is overleden? Ik wist het niet. U wist het niet? Nee, ik wist het niet. Nee. U weet omdat ik het u heb verteld? Ja. Daar verbaas ik me wel over. Ja. Hoe kan dat? Wie zou mij op de hoogte hebben moeten brengen? Misschien de betreffende psychiater, als hij het wist? Ja, dat had gekund. Maar heeft u dat altijd als iemand, als iemand van u hoort, nee, geen euthanasie, dat houdt u niet bij? Wie? Hoe moet ik dat bijhouden? Hoe je dat bij moet houden? Ja, er is ook daarin altijd nog wel een zeker beroepsgeheim. Dat als er iets met een patiënt gebeurt, dan is het niet zo dat je zomaar aan anderen rapporteert wat ermee gebeurd is. Maar u heeft zo'n belangrijk werk. U beslist daadwerkelijk of iemand, de persoon zelf, maar de familie omheen, een zachte dood krijgt of niet. Ja, ik zou het best willen weten. Ik zou het natuurlijk best willen weten. En dat zijn niet altijd leuke boodschappen. Maar ik zou het best willen weten. Maar dan wordt je toch beter ook in je werk als je daadwerkelijk feedback krijgt en hoort van jeugd. Ja, natuurlijk. Ja, zo. Wil je zo ook dingen weten? Zeg maar waar mama, welke flat, waar mama is gevallen of juist liever niet? Als we er toch zijn, dan wil ik het ook wel weten. Dan maken we het ook even helemaal af. Ja. Het ene blauwe blokje. Oh, je denkt dat het daar is? Die is het toch? Dat is toch de 11e? Oh, dat weet ik niet. Zo heb ik niet geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, je hebt gelijk. Dan één blauwe blokje. Die tweede blauwe blokje erboven eigenlijk dan. Ja. Ja, precies. Ja. En dan waar? Ja, daar. Ja? Nou, wat ik begrepen is, mama is bij die brandtrap van de 11e. Naar beneden gegaan en dus hier. Kijk hoor. Ja, hier. Hier terecht. Ze heeft zich aan de reling beet gehouden daarboven. Hoe voelt dat? Nou, ik kan me er niks bij voorstellen dat ik dat zou durven. Nee. Jezus, wat hoog zeg. Oh, wat hoog. Oh. Dat is ook heel leuk. Hier. Schrik je er toch wel goed? Ja, toch wel. Hier is het veel echter. Als je het hoort of het indenkt, dan is het zo. Abstractachtig. Maar dit is zo. Ik voel gewoon de smak met wat voor snelheid zoiets moet gaan. Dit is gewoon een kutschrijf. Oh, wat hoog. Maar het was een middel. Het was een middel. Oké. Ja, kom, we gaan gewoon weg. Thank you.
Thank you.